400.000. Nog iets minder dan 300. Subscribe even snel. Man, ik ben ziek van die 3, man. Ik heb die 3 echt te lang gezien. Ik heb die 3 langer dan een jaar gezien. Ik get in your fall on my face. Welkom bij de laatste video op mijn kanaal die ik ga maken als ik 300.000 abonnees heb. Wow, that's so actually fucking nice. Om dat te vieren ga ik vanavond live op Twitch. Pak dat ik rond 8:30 live ga. Als ik het vanavond niet haal, denk die kans is er ook dat ik het gewoon niet hit. Maar subscribe gewoon nu even met alles. Ik ben alleen thuis. Dus it's gonna be a party. 400k. Celebration party, man. Hey, kennen jullie zo het gezegde dat je nooit een relatie moet hebben met een meisje die paard rijdt? Omdat die meisjes like, stinken naar paard. Dat die meisjes jou nooit liever gaan zien dan een paard. Die altijd gewoon op nummer 2 geplaatst gaat worden. En dat paard altijd op nummer 1 gaat staan. Hey, kennen jullie dat gezegde? Hebben jullie dat eens gehoord? Never date a horse girl. Waarom zou je nog een relatie mogen hebben met een meisje die paard rijdt? They ride the dick like they ride the horse, you know? Hey, subscribe even, man. Ik wil echt gewoon 400k. Beloof dat ik mijn haar ga knippen als ik 400k. Beloof dat ik mijn nieuwe merch ga droppen als ik 400k. Mogen jullie gewoon meer geld uitgeven aan mij? Hey, dat is nice. Ik heb persoonlijk niks tegen paardrijmeisjes. Like, you ride the horse if you want to ride the horse. You know what I mean? Zolang iedereen maar gesubscribed is, kan mij allemaal geen zak rekken. Doe maar je paard tot de fuck dat je wil. En je ziet niet prachtig al die paarden zo bij elkaar. Dat is toch super mooi zo? Oh my god. Oké, dus dit is een paardenmeisjes. Ik weet niet waarom, maar ik zie al dat deze twee meisjes paardrijden. Het is niet omdat dit een paardrijvideo is. Op het kanaal paardrijden met plezier. No, je ziet gewoon dat dit paardrijmeisjes zijn. Ik weet niet waarom, maar. En dit zijn geen gingers, by the way. Niet zeggen dat dit gingers zijn, deze zijn duidelijk Venetiaans blond. Die paarden, die stinken niet hoor. Heb je wel eens een hondenpoep geroken? Heb je jezelf wel eens geroken? Ik kan me inbeelden dat als je een relatie hebt met een meisje die dit doet, dat ze soms weer thuis komt en dat je daar is zo... Nee, dus het smelt zo funky en al. Maar aan de andere kant, the horse got a bigger dick than you, so yeah, you gotta bow for the horse. Nee, daar ging een setje. Ik weet niet wat ding achter was van deze clip of wat je hier probeerde mij aan te tonen, maar. If you wanna drop into the horse shit, it's okay for me. Smash! Or pass! Zo ter aflikken, man. Ik heb niet altijd problemen met paardrijmeisjes. Ik doe wat je wilt, het is ook gewoon een sport. Maar er is zo'n subcategorie. In het paardrijden, binnen het fucking paardrijden, binnen heel dat ding in de manege. Er is een subcategorie. Je gaat springen met je paard. Ook springen zonder je paard. Jumping like a horse. Ik dacht dat dat grapje was. Dit is eigenlijk gewoon hetzelfde doen als paardrijden, maar dan zonder paard. Ik weet het klinkt fucked. Het is alleen zo fucked dat het echt bestaat. I like to jumping like a horse. Ja. Denken jullie dat paarden het hard vinden dat jullie dit doen? No man, doe dit. Je bent geen paard. You're not a horse. Sorry, meisje, weet dat ze geen paard is? It's 1 meter and 5 centimeter. Little sister in right corner. Hey, kijk naar mijn kleine zus. Mijn zusje is aan het doen alsof ze een paard is in deze clip. Ik weet niet of je skill nodig hebt om dit te doen, maar... Ik heb wat al getraind is hierop hoor. Ik dacht van zo moeilijk kan dit niet zijn. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in deze sport. Welkom bij Jumping Like a Horse met Nathan Vandergans. YouTuber die nog geen 400.000 abonnees heeft, maar misschien nadat ik jump als een horse. Subscriber met paardrijmeisjes op mijn channel. En ook meisjes die jumpen like a horse. I like cash in my head to my ass. Do the dash, can you make it go fast? The fame, I like to keep on mugging. Hey, that was pretty good. Dat is mijn conclusie dat dat vocht is voor je polsen, man. Ik weet niet of dit meisje dit doet, maar... Oké. Het ziet er al fucked uit. Heb je dit Instagram account die ook gewoon jumping like a horse noemt? Hoe de fuck noem je het anders? Horse jumping without the horse. Ze doet dit al 6 jaar. Mijn record is 1,47 meter. Pretty impressive. Ik weet niet of mensen van jullie ooit skatevideo's kijken. Zo gewoon zo skatevideo's die zo leuk geëdit zijn met leuke muziek en zo. Yeah. Dus die Jumping Like Horse Instagram pagina is exact hetzelfde, maar zonder skateboard. Ook zonder paard. Een meisje in een living die jumped like a horse. I like cash in my head to my ass. Do the dash, can you make it go fast? The fame, all I want is the bands. If she keep on mugging, I'ma steal her man. He watching my behavior cause he know I'm bad. Leg dit eens uit aan je ma dan, van je pa, ik wil paard rijden, maar zonder paard. Ze heeft 8000 volgers. Dat is meer dan dat gemiddelde hoer uit je stad heeft, snap je? Al die fame slutjes uit je stad, die zo 1, 2k, maar dit bij je, dit is 8k. Lop op twee benen. Je bent geen paard. I love the horse. Ja, je bent geen paard. Kijk, als je met je telefoon naar paarden gaat en totdat je dit doet, like, die paarden gaan ook denken van, hey, doe eens fucking normaal. Maar wij doen toch gewoon niet wat jullie doen.
Stel je voor, je gaat weg met je vriendin en ze doet een hashtag. What the fuck? Mentale beperking, oh no. Ik geef eerlijk toe, ik denk dat het niet makkelijk is. Ik snap gewoon niet zo goed waarom of zo dat je dit zou doen. Het is een erkende sport. Het wordt ook gewoon in Nederland gedaan. Hè. Springen als paard 2. Alle comments eronder zijn knooppower, mensen. Spring niet als paard. Zeg geen paard. Dit is misschien copyright free, man. Wordt er nog gesprongen als paard? Dit is good quality content, actually. Als je vriendin ineens vraagt van, hey, kan je even meekomen naar het strand, ik wil een filmpje maken. Dan doe je dat. En dan film je vriendin, die doet alsof dat ze een paard is. En in plaats van te zeggen dat ze een mentale beperking heeft, dan... Zo lijkt het wel een klein beetje. Ze is wel gewoon haar best aan doen. Ze probeert je te impressen met deze... Het is gewoon een paringsdans. Ik weet niet wat ze hiermee wil aantonen, maar... Doe me denken aan iets, man. Oh no. Misschien is het wel nice als je vriendin doet alsof dat ze een paard is. Als daardoor de bedsport improved, is dat fine for me. Ik dacht in het begin, er is een grap. Mensen doen het gewoon om te lachen of zo om eens te tonen dat ze het kunnen. Hè. Ik weet niet of er paardrijden meisjes naar mijn video aan het kijken zijn, maar ik weet zeker dat niet iedereen van jullie dit doet. Doe dit gewoon niet. Ik hoop dat deze meisjes gewoon even goed beseffen dat we geen paarden zijn. We hebben niet echt de nood om te lopen als een paard. We willen niet dat die staart teruggroeit, toch? It's time to stop! I am a horse, I can run, walk, canter, galop en trot, like if you love horses, I do. I am a horse. Exercises for the trot. Stel je voor, je komt binnen in de fucking gym. Fucking deadlift like 12. Je ziet gewoon zo mensen rondlopen in die gym. Hey, hello, that's a horse. Dit liedje. Dit was het oude intro liedje van Gio. Het is confirmed. Gio, we weten nu waarom Gio's ogen zo ver uit elkaar staan, man. Hij loopt ook als horse. Ik zie ook enkel meisjes dit doen. Ik heb nog geen één jongen gezien die jumped like a horse. Dit is helemaal niet wat God wou dat we deden, snap je? We zijn niet geschapen om dit te doen. We kunnen zoveel betere dingen doen. Video's maken op YouTube. I don't know. Subscribe voor die 400k. Misschien maak ik jou de hele video en ik jump like horse. Nadat ik het zo geprobeerd heb, had ik ook al door van, hey, what the fuck, je moet hier echt wel op trainen voordat je dit goed kan. En dan zie ik deze dingen. Ik snap je, die paarden vinden het niet chill dat je dit doet. Train gewoon op je paard, train niet alleen in je tuin om een beetje te lopen als een paard. Ik weet, de meeste paardenmeisjes zijn gewoon zo geobsessed met hun paard. Daarom dat de meeste jongens zeggen van ja, ze zien het paard altijd liever dan mij. Ze doen gewoon alsof dat ze een paard zijn als ze niet bij hun paard zijn. Dan zit het echt al diep hoor. Er zijn handen om dingen vast te nemen. Zoals een bril, niet om te lopen. Op de grond. Daarvoor hebben we onze voeten. Als je je kleine zusje dit ziet doen in je tuin, ik stop voor dat het te laat is. Stop. Als ze niet stopt, dan neem je haar hoofd en gewoon... Het is beter. Het is beter voor de wereld. Like, we kunnen niet zoveel mensen handelen die zo rondlopen. Stel je voor dat die mensen al zo naar buiten gaan. Dan zie je mensen zo over de straat lopen. Dan groeit die staart achter terug, hè. Zo hard zijn. Dus vergeet niet. 8:30 op Twitch. Wat gaan we allemaal doen? Fortnite. We kunnen ook dat nieuwe spel spelen. Rage 2, I'm fucking no. We kunnen ook Minecraft spelen. Zo'n League of Legends. Jullie allemaal ook willen jumpen, like, hoor eens niet. Jullie nu ook naar jullie tuin gaan en dat gaan proberen. Fuck off. Subscribe gewoon naar mijn channel. Kom naar Twitch. I'm probably there. Doing like little dance moves. Yeah, see you. Go down, see. Ga even naar je fucking chickie. Zelfs ze ook subscribed op mij. Die 400k zit erin. I'm back. Haha. Peaky Blinders. Ik vond Peaky Blinders altijd een zieke serie. Yeah. Oh, what the fuck? Oh, yo. Ik voel nog altijd niet als Fortnite, joh. Ik had al bij Peaky Blinders. Ik vond Peaky Blinders altijd een zieke serie. Ik heb de eerste seizoen uitgekeken.